Schietincident in Nijmegen-Noord. Politie zoekt getuigen. Herinneringsmonument onthuld voor de Waalcrossing in 1944. Een polenherdenking in Driel aangepast in verband met het overlijden van de Queen. Dit is het RN7 Regio Nieuws van maandag 12 september. Aan de Prins Mauritssingel is maandagmiddag rond 1 uur een schietincident gemeld. De politie was snel ter plaatse, maar vooralsnog is er alleen één kapotte autoruit aangetroffen. In de bewuste auto zaten 3 personen. Zij wilden geen commentaar geven over het incident. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van de melding. De politie roept getuigen op zich te melden. Dit kan via 0900 8844. Nijmegen heeft zaterdagmiddag een Vector of Memory gekregen. Het herdenkingsteken is onderdeel van een route door Europa langs allerlei bijzondere plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Deze Vector staat onder Stadsbrug de Oversteek, een locatie die natuurlijk niet mag ontbreken. Nou, dit is natuurlijk de beroemde plek van de Waalcrossing, hè, waar de Amerikanen overgestoken zijn om uiteindelijk Nijmegen te proberen te bevrijden. En dit is dermate relevant onderdeel, een icoon voor Nijmegen, dat we het vonden ook belangrijk vonden om de Waalcrossing, zoals dat zo mooi zeggen, ook een eigen Vector of Memory te geven. De zogenoemde Liberation Route is opgezet om te herdenken, te leren en te reflecteren. Ook voor burgemeester Bruls, die de Vector samen met Dijkema onthulde, is de oversteek een bijzondere locatie. Nou, op de eerste plaats vind ik het altijd indrukwekkend de plaats waar je bent. Ik probeer me voor te stellen hoe het was in 1944. Toen was er natuurlijk geen oversteek. Aan de overkant heel weinig gebouwen. Hier natuurlijk nog wel behoorlijk veel gebouwen. Wat dat betekent moet hebben voor die jonge mannen die eigenlijk wisten van dat ze een heel onzeker lot, wellicht, misschien zelfs waarschijnlijk de dood zouden ingaan. En daar word je wel ook wel even stil van. En zeker als je dan nu die brug ziet. En die herdenking nu, hè, waar je precies op de plaats af had, is, ik vind dat heel indrukwekkend. Volgens Bruls valt er zeker ook nog het nodige te leren van de gebeurtenissen op deze locatie in september 1944. Dat we in ieder geval heel erg dankbaar voor moeten zijn dat het gebeurd is. Want ik denk dat niemand van ons, tenzij je zelf in zo'n positie komt, ook maar enigszins kan navoelen of goed vertellen wat het is. Ik in ieder geval niet, ik probeer het me voor te stellen. Maar ik kan wel, en dat geldt voor ons allemaal, wel heel dankbaar zijn voor het gebeurd is. En heel goed met wat zij gedaan hebben, de levens die ze gegeven hebben, de kost die zij betaald, de prijs die zij betaald en de erfenis die ze daarmee ons hebben nagelaten, moeten we heel zorgvuldig omgaan. Vrijheid is voor mij eigenlijk dat je gewoon mag gaan en gaan staan waar je wilt. En dat je overal mag naartoe gaan en met vrienden alles mag doen wat je wilt. En dat er niemand is die zegt van je mag niet dit en je mag niet dat. Ja, vrijheid is voor mij dat je vrij kan leven zonder oorlog. Dat je gewoon over straat kan lopen en denken en niet over straat lopen en moeten schuilen achter elke hoek van straks word ik neergeschoten. De nieuwe Vector is niet de eerste in onze regio en ook zeker niet de laatste. Bij het Vrijheidsmuseum Groesbeek staat er onder andere eentje, maar bijvoorbeeld ook het Jacob Groenewoudplantsoen bij de Jacob Vosbrug in Arnhem staat er ook eentje en zo komen er nog verschillende bij. Elke week zijn er 6700 vrijwilligers in het Rijk van Nijmegen die in hun buurt zwerfafval opruimen. Om hen te bedanken organiseerde de DAR zondagmiddag de jaarlijkse Wijkheldendag met allerlei activiteiten. De dag vond dit jaar plaats in Deest en begon met een toespraak van de Drutense burgemeester. Dus behalve dat jullie de straten schoon maken, zorgen jullie ook dat ze schoon blijven. En daar zijn al die gemeenten die hier vandaag zijn heel erg dankbaar voor. En vooral omdat jullie zo bewust bezig zijn met het schoonmaken, dus ook met het milieu. Jij bent een van de wijkhelden. Wat houdt dat precies in? Je moet 1 keer per week moet je een uurtje lopen. En daar kan je €2,50 mee verdienen. En je moet gewoon zoveel mogelijk zakken met rommel opruimen. Waarom ben jij er ooit mee gestart? Omdat er heel veel rommel lag in deze en andere dorpen. Wat komen wij heel vaak tegen op straat? Plastic. Ja, heel veel plastic ligt er bij ons in de wijk. En vooral heel veel? Blikjes. Blikjes. Blikjes, ja. En toen dachten wij, nou die rommel, die willen wij wel eens opruimen. Ja, wijkhelden zijn superbelangrijk. Ze zijn belangrijk omdat ze de wijk schoon willen houden. En het is belangrijk omdat we in de maatschappij dingen samen moeten doen en bewust moeten zijn van hoe belangrijk het is dat die wijk schoon is.
De Bruin vindt het belangrijk om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Daarom wordt ieder jaar de Wijkheldendag in een andere gemeente georganiseerd. Volgend jaar is Moken Middelaar aan de beurt. Om deze gemeente te helpen herinneren, kreeg wethouder Rodu een gouden knijper overhandigd. En heel veel succes volgend jaar. De polenherdenking in Driel wordt zaterdag aangepast wegens het overlijden van Queen Elizabeth. Aan het begin is er 1 minuut stilte en na het afspelen van de volksliederen blijven de vlaggen half stok hangen. In Driel wordt jaarlijks de Poolse bijdrage herdacht aan de slag om Arnhem tijdens operatie Market Garden. De herdenking in Groesbeek is nog niet aangepast, maar daar wordt nog over nagedacht. RN7 zendt zaterdagmiddag live de polenherdenking in Driel uit. Dit is vanaf 3 uur te zien op tv en online. Inwoners van Wijchen kunnen vanaf nu gratis hun autobanden oppompen. Dat kan op de parkeerplaats in de Oude Klapstraat. De slimme bandenpomp brengt de banden automatisch op de juiste spanning. Wethouder Bea Schouten opende maandagochtend de pomp. Het was voor haar nog wel even wennen. Zet de pompstok op de bank. Oké. Zo, ik denk dit. Ja, oké. Okay. Oh, hij pompt hem inderdaad op. Oh, het is wel makkelijk, ja. De bandenpomp vertelt hoeveel brandstofkosten je bespaart. Ik ga de komende 5000 kilometer 28 euro besparen, staat hier. En hoeveel CO2-uitstoot is voorkomen. Het advies is om elke 2 maanden de banden op te pompen. Wijchen is overigens niet de eerste gemeente met een gratis bandenpomp. In Beuningen, Druten, Malden en Nijmegen staan ook al slimme pompen. En NEC heeft zaterdagmiddag in de Goffert voor de 4e keer op rij gelijk gespeeld. De Nijmegenaren raakten aanvankelijk op achterstand tegen de Limburgers van Fortuna Sittard. Diep in de blessuretijd scoorde de invaller Pedro Marquez de gelijkmaker, waardoor de eindstand 1-1 werd. De kasteeltuin in Wijchen stond zondag vol met oldtimers voor Oude Voertuigendag. Iedereen met de voertuigen van voor 1985 kon zich inschrijven. De wagens maakten een toerrit door Maas en Waal en keerden vervolgens terug bij het Wijchens kasteel om door bezoekers bewonderd te worden. De opkomst was volgens de organisatie groter dan ze durfden te verwachten en ook wij namen even een kijkje. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Oude Voertuigendag Wijchen vandaag op deze 11e september. Wat een bijzondere leuke dag. Nou ja, je ziet het. Het is druk. Het is, nou, zo druk hebben we het nog niet gehad. Want het was vanmorgen zelf zo dat degenen die kwamen inschrijven stonden nog bij het station. Dus het was daar een verkeerschaos. Maar allemaal hele mooie bijzondere auto's van voor 1985. Ja, inderdaad. De boel is ingedeeld in groepen van jaartallen. Ik weet het zo niet in mijn hoofd, maar tot 1920, vanaf 1920 tot 1950 geloof ik. En dan gaat het steeds door tot 1985. Is het niet echt een mannendingetje of zeg ik iets heel raars? Nou, weet je, ik was het eerste meisje in Nederland wat de LTS gevolgd heeft en autotechniek gedaan heeft. En ja, dan... Op een gegeven moment hebben mijn man en ik besloten om toch weer een keer een project te gaan nemen. En dat is deze auto geworden. Wij waren vroeger al fan van Jan Jans en de Kinderen. En dit is precies hetzelfde type ook als Jan Jans en de Kinderen hebben. Dezelfde kleur, het interieur is hetzelfde. Dat is er sowieso leuk aan. Maar u zegt het is een zeldzame auto, dat betekent dat hij heel veel waard is? Ja. Voor een DAF-liefhebber wel. Mag ik vragen wat de dagwaarde is van zo'n auto? Dat is moeilijk te zeggen, maar onder de 10.000 gaat hij niet weg. Dan gaat hij niet weg. Wat heeft hij er dan voor betaald? 6.000. 6.000? Dat is een mooi bedrag. Ja. Zit het niet een beetje vol in de auto hier? Zit het niet een beetje vol? Nee, zit het lekker achterin? Ja, ik wil. Eigenlijk wel. Ja? Met de hond erbij, hè? Oh, maar zelfs de hond zit er nog in. Ook nog. Dag hondje. Hoe voelt dat nou in zijn oude auto? Ja, heerlijk. Ja, toch wel? Ja. Zou je hem graag willen hebben? Ja, dat sowieso. Ja. Ik kan me voorstellen dat de airco gemist wordt. Ja, heel erg. Ja, hè? Met de dak open is wat prettig, hoor. Ja, toch wel, hè? Ja.
Dit is een Triumph Spitfire 1500 uit 1979. Wauw. En ik heb hem zelf nu 20 jaar in bezit. Voel je ook de familie en de passie hier met z'n allen? Ja, ja, maar ik heb dit evenement zelf opgezet, hè, in 2003. Dus u bent de aanstichter van deze grote familie? Ik ben oprichter en tot 2018, na 15 jaar, ben ik ermee gestopt. Dus, en het concept is uniek in Nederland. Dus een oldtimer dag kan ophouden met bestaan? Dat is wat je zegt misschien. Dat zou best wel kunnen, ja. En zeker, je hebt dan twee factoren. De leeftijd van de mensen, maar ook de milieueisen die er zijn. Je hebt ongetwijfeld wel eens gelezen, een oldtimer met elektromotor. Ja jongens, dat is niet. Er staat een Mach 1, die moet je horen. Toch? Ja, zeker. En niet, ja, een elektromotor, dat klinkt niet. Dat is simpel zat. Na een vrij regenachtig weekend begon de nieuwe week vanochtend met een schitterende zonsopkomst. En op deze foto vanuit de Ooypolder zie je de Douw nog mooi boven het weiland hangen. Het was in ieder geval een voorbode voor een mooie zonnige dag. Maar helaas zal dat weerbeeld verderop in de week wat gaan veranderen. In de nacht naar dinsdag neemt de bewolking al wat toe en in de ochtend is er bij ons kans op wat lichte motregen. In de middag klaart het weer wat op en kunnen we toch nog even van de zon genieten. Maar in de avond trekt een regengebied over het zuiden van het land. De middagtemperatuur zal morgen uitkomen tussen de 21 en 23 graden. In onze regio dus ook een overwegend droge dinsdag met in de avond een toenemende kans op wat regen. De middagtemperatuur zal uitkomen op zo'n 23 graden. Dan kijken we nog even naar de komende dagen. Woensdag wordt een dag waarop de regen overheerst. Donderdag is er meer ruimte voor de zon en zal het op een enkele bui na droog zijn. En op vrijdag zet dat weerbeeld nog even voort. Het wordt langzaamaan iets frisser, maar met zo'n 17 tot 19 graden kan de winterjas nog wel even in de kast blijven. Tot zover het RN7 regio nieuws. Zometeen op RN7 zie je een aflevering van De Streek in, waarin presentator Peter op bezoek is bij het kleinste oorlogsmuseum in onze regio. Voor meer nieuws ga je naar rn7.nl of kijk op ons YouTube kanaal RN7 Online. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.